De chaotische verkeerssituatie rond winkelcentrum Van Lenneplaan wordt aangepakt. De gemeente stelt hiervoor €450.000 beschikbaar. Het wegdek wordt verhoogd en de parkeergelegenheid wordt uitgebreid. Hierdoor moet de Van Lenneplaan meer het karakter van een plein krijgen. Na maandenlang overleg met de gemeente ligt er nu een plan op tafel. Volgens de ondernemers zijn de aanpassingen hard nodig. Zit die nou 20 jaar hier met de winkel, maar in die tijd is er eigenlijk nog nooit wat gebeurd. En dan zijn we dan een initiatief gaan nemen om dan, ja, voor 2 jaar terug om hier wat vernieuwing te krijgen. Maar we hebben een heel gedoe nog om met de gemeente en dan met de wijkbewoners dat allemaal voor elkaar te krijgen. Nou is het eindelijk door de raad en op 14 september komt de uitspraak van wat er nou precies gaat gebeuren. Door de aanpassingen wordt de snelheid van het verkeer afgeremd en de veiligheid verhoogd. Het wordt echt gelijkvloers hier allemaal, het hele plein zeg maar. Dat het verkeer een beetje meer de snelheid eruit gaat. Want het is hier vaak onveilig met achteruitrijden en parkeren en al die toestand meer. En fietsers heel veel natuurlijk, die hebben ook vaak problemen ermee. Er komen ongeveer 43 parkeerplaatsen bij dan, nog niet zoveel. Maar hier achter het winkelcentrum creëren ze ook wat meer voor de bewoners. Dus de druk neemt wat af hier op het winkelplein dan. Naar verwachting gaat begin volgend jaar de schop in de grond.